In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige keer leerde de heilige Alfonsus ons dat de doodzonde het grootste kwaad is dat een schepsel tegenover God kan verrichten. Bovendien ontdekt de doodzondaar al snel dat de ingeloste begeerlijkheid hem geen vreugde brengt, maar verlies van genade, verlies van verdiensten, verlies van de zalige aanschouwing Gods in de eeuwigheid. Om ons voor zulk een gevaar te behoeden, spreekt de heilige Alfonsus ons vandaag over het vluchten van de gevaarlijke gelegenheden, over onze houding tegenover de wereld. Hoeveel zielen, mijn dierbaren, zuchten nu, op dit moment, in de hel? Zij klagen er en zeggen: ach, had ik toch maar op dit of dat moment anders beslist. Was ik er maar niet heen gegaan? Had ik maar geen omgang met die persoon gehad? Zie, nu ben ik voor eeuwig verdoemd. Mijn dierbaren, wij moeten steeds een sensor, de sensus catholicus, bezitten om te kijken wat goed is of wat vijandelijk voor ons zielenheil is. Wee diegene die steeds op het randje van het toelaatbare leeft. Wie het gevaar bemint, zal erin vergaan. De heilige Thomas van Aquino leert namelijk dat God zich verwijdert van een ziel die zich vrijwillig aan het gevaar blootstelt. Omdat dit blootstellen aan een gevaar een teken is van lauwe liefde tot God. Een teken van zedelijke laksheid. God helpt de mensen van goede wil. Vaak tracht de duivel met ons te onderhandelen, door ons te laten lopen op de klip van het toegestane. Hoe dom de mens die denkt dat de duivel ons daar of daarna met rust zal laten. Nee, die gruwzame zielendoder zal ongenadig en wreed alles in het werk stellen om u in de afgrond te duwen. Sint Petrus leert dat de duivel rondsluipt, zoekende wie hij kan verslinden. De duivel loert tot men hem een kier van de ziel opene, zodat hij heel de ziel kan overweldigen. Natuurlijk kunnen wij niet elk gevaar of elke gelegenheid vooruitzien die tot zonde kan dienen. En daarom moeten wij vaak met de heilige Ignatius bidden: laat niet toe dat ik van u gescheiden worde, zoals hij bidt in het gebed Anima Christi. Trachten wij dus op onze hoede te zijn voor alles wat tot zonde kan leiden. Oneerbare blikken, onbetamelijke gesprekken, slechte lectuur. En zijn wij overtuigd ons heil te moeten bewerken met een vrees en een siddering? Wie zich vaak daarentegen aan gevaar vrijwillig blootstelt, kan geen vooruitgang maken in de deugd en kan zeker niet van zichzelf getuigen dat hij God van harte bemint. Bewaken wij dus onze zintuigen, mijn dierbaren, maar vooral onze ogen. De heilige Bernardus zegt: door de ogen dringt de pijl van de onzuiverheid in onze ziel.
Een pijl die onze ziel doodt. Onze ogen zijn de vensters van de ziel. Ons lieve Heer is streng. Als uw rechteroog u ergert, dat betekent tot zonde brengt, ruk het uit, gooi het weg. Waarom? Om niet zelf geheel en gans verloren te gaan. Natuurlijk verbiedt ons het vijfde gebod dit oog uitdrukken letterlijk te doen. Maar we kunnen ons geestelijkerwijze blind maken. Dat betekent onze blik te beheersen, onze blik af te wenden. Verder moeten wij ook gevaarlijke personen, gevaarlijke plaatsen mijden. In de psalmen staat namelijk: met heilige mensen zult gij heilig zijn, en slecht bij hen die slecht zijn. De heilige Thomas commentarieert deze psalmvers als volgt: de mens neemt de gewoonten aan van de persoon met wie men omgaat. En merken wij op dat ons lieve Heer zegde: werp uw oog of uw hand weg als ze u tot zonde voeren. Dat betekent heel concreet dat men soms in bepaalde situaties, bepaalde personen, geheel met hen moet breken, afstand van nemen. Men mag het gevaar niet in de nabijheid laten. Soms moet men verhuizen. Soms moet men andere werkgelegenheid zoeken. Men moet steeds een bepaalde voorzichtigheid beoefenen, ook al denkt men: bij die of die persoon of in zulke gelegenheid, mij kan niets gebeuren en passen wij op. En de duivel laat niets onaangeroerd. De heilige Franciscus van Sales zegt: de duivel bekoort de vrome mensen, de vrome katholieken, anders dan plompe zondaars. De duivel tracht onze ziel niet direct met een zware ketting aan zich te binden. Maar de duivel stelt zich aanvankelijk tevreden met een klein draadje, met een klein haartje, dat hij dan langzamerhand verandert in een dun koordje. En uiteindelijk komt die zware keten. Geleidelijk aan laat de duivel ons toegefelijker zijn in gevaarlijke gelegenheden. Bijvoorbeeld door onschuldige bezoekjes, geschenkjes, dergelijke meer. Zij kunnen allemaal die kleine haartjes zijn van het uiteindelijke koord. Nadat mijn dierbaren Sint Alphonsus ons vandaag allereerst gemaand heeft gevaarlijke situaties te vermijden, wil hij ons ook nog spreken over waar deze gelegenheden tot zonde zich voornamelijk voordoen. En deze plaats is de wereld. Dat was ook onze tweede vraag. Hoe dient onze verhouding te zijn met de wereld? De heilige apostelen Johannes en Jacobus antwoorden: christenen, wilt nog de wereld beminnen, nog wat in de wereld is. Als iemand de wereld bemint, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Wie dus een vriend is van de wereld, wordt een vijand van God. Deze betekenisvolle woorden, mijn dierbaren, kunt u nalezen in hun brieven. Zowel de brief van Johannes als die van Jacobus, en vindt u terug in de Heilige Schrift. Wat verstaat de Heilige Geest, die door deze apostelen spreekt, onder het begrip wereld? Wel, dat is zeker niet de schoonheid van de schepping, door God gemaakt, maar de schepping, de wereld, in zoverre zij ons, na de zondeval, tot het kwade kan
en wil verleiden. Kan en wil verleiden. De wereld die verzonken is in boosheid, in de begeerlijkheid van het vlees, de onkuisheid, de begeerlijkheid van de ogen, de hebzucht, en de hovardij van het leven, de hoogmoed. De wereld beminnen, mijn dierbaren, is dus niets anders dan ongeregelderwijze aan de goederen van de wereld gehecht zijn. Ontoegestane goederen genieten tegen Gods gebod en met opoffering van zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Zulk een liefde tot de wereld is onverzoenbaar met een liefde tot God. Willen wij dus tot de christelijke heiligheid komen, onze zaligheid bewerken, dan moeten wij de liefde tot de wereld afsterven. De heilige Alfonsus bemerkt ook nog dat de liefde tot de wereld eigenlijk de mensen dwaas maakt. En ongelukkigerwijze, zegt de Heilige Schrift, het getal van de dwazen is niet te berekenen. De wereldlijke mensen noemen echter op hun beurt de katholieken dwaas. Daar zij de eerbetuigingen, het genot, de rijkdom niet najagen. Ja, eigenlijk zelfs verachten. De wereldmensen noemen het dwaasheid beledigingen te verdragen, zichzelf voor anderen weg te cijferen, eenzaamheid op te zoeken. Zij bedenken niet dat hun wijsheid echter door God wordt dwaasheid genoemd. De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Zo schrijft het de heilige Paulus. Eenmaal zal deze waarheid ingezien worden. Wanneer? Op het ogenblik wanneer het niet meer zal baten. Wij dwazen, wij hielden het leven van de heiligen voor dwaasheid en een einde voor een ondergang. Maar zie hoe ze nu gerekend worden onder de kinderen van God. Hun lot is onder de heiligen. Eeuwig zal hun geluk zijn. Ons geluk was maar tijdelijk. Wij dachten in hoogmoed meester van onszelf te zijn. Dat alles ons ter dienste stond op aarde tot opperste genieting. En zie, wij zijn in de slavernij van de duivel vervallen. We hebben gedwaald buiten de weg van de waarheid. En dierbaren, en leest u deze woorden na in het vijfde hoofdstuk van het boek van de wijsheid in de Heilige Schrift. De zaak van onze zaligheid is een zeer belangrijk iets waar wij alle tijd, alle moeite moeten aan schenken. Maar helaas, men zet zijn kracht in voor 1000 andere zaken. Voor wereldse zaken wordt er beraadslaagd, gestreden, tijd nog geld gespaard. Men eet of men slaapt niet tot men zijn doel heeft bereikt. Maar om zich van de eeuwige zaligheid te verzekeren. De heilige Philippus Neri zegde: ik noem de mens die niet voor zijn eeuwige zaligheid leeft en werkt, een dwaas. Want wat baat het de mens heel de wereld te winnen, maar schade te lijden aan zijn ziel? De goddeloze koning Hendrik de VIII van Engeland bekende op zijn sterfbed, nadat hij tijdens zijn leven zich de kroon had verworven en de onafhankelijkheid van de kerk had bevochten en daardoor in doodzonde ging sterven. Hij zegde het volgende: nu ga ik sterven en nu pas zie ik in dat ik eigenlijk alles heb verloren. Alles op aarde is een schaduw,
Niets blijft er over dan eeuwig wenen, eeuwig lijden. Zo Hendrik de VIII van Engeland. Zo zien wij, de wijsheid van de wereld is dwaasheid, mijn dierbaren. En de oorzaak van deze dwaasheid, van wereldse mensen, van wereldse katholieken ook, is dat zij slechts aan het tegenwoordige hier op aarde denken en geenszins aan de toekomst. Of misschien niet genoeg. En daarom is het eerste hulpmiddel van het heilmiddel van de dwaasheid voor ons aan onze nakende, zekere dood te denken. Jezus sprak: Gij die rijkdommen ophoopt, gij dwaas, deze nacht zult gij nog sterven, en wat gij vergaard hebt, verzameld hebt, zal voor een andere zijn. De ijdelheid van alles wereldlijke is toch klaarblijkelijk, mijn dierbaren. Bij het kille gelaat van de dood verliest roem zijn glans, goud zijn aantrekkelijkheid, genot zijn smaak. Het tweede heilmiddel tegen de dwaasheid van de liefde tot de wereld is de gedachte niet aan onze dood alleen, maar ook wat erop volgt. Het oordeel. Wat zullen wij onze goddelijke rechter antwoorden? Als een koning zijn boodschapper met een opdracht uitzond, een belangrijke zaak te gaan afhandelen, en die gezant slechts afreist om ergens te gaan feesten, om zich te laten eren, zich te laten beschenken, en met gevolg dat hij zijn opdracht van de koning verwaarloost. Welke rekenschap zal die gezant niet moeten afleggen? Mijn dierbaren, God heeft u niet in de wereld geplaatst om rijkdom, om genot, om eer te vergaren. Alleen maar om hem te eren en daardoor uw ziel te redden. Daartoe zijn wij op aarde. En als derde heilmiddel na de dood, na de gedachte aan ons oordeel, is ook te denken aan wat daarop volgt. De eeuwigheid. Pater Avila bekeerde ooit een hofdame met twee woorden. En deze twee woorden luiden: altijd, nooit. Altijd, nooit. Altijd verdoemd, nooit gelukkig. Denken we steeds, mijn dierbaren, dat wat ik nu doe, helpt dit mij ter zaligheid in de hemel? Of is dit een gevaar dat mij naar de hel brengt? Mijn dierbaren, tenslotte, en wees wij overtuigd dat het niet de wereld is, niet het tijdelijke dat ons gelukkig maakt, blijvend gelukkig maakt, ons vervult. We zijn voor veel meer geschapen dan het tijdelijke, dan het wereldlijke. Het is zoals de heilige Augustinus zegt: onrustig is ons hart, tot het rust vindt in u, o God. Daarom zoeken wij onze vreugde in God, mijn dierbaren. En God zal de verlangens van ons verstand, de verlangens van onze wil, vervullen. Maar vluchten wij eerst de gelegenheden tot zonde die ons dat alles weer kunnen wegnemen? Bewandelen wij het pad van Gods geboden? Wezen we niet dwaas door de adel van de ziel te verliezen en ze in te ruilen voor de slavernij van de wereld? En laten wij met Sint Paulus bekennen: geen schepsel is in staat mij te scheiden van de liefde tot God. En dierbaren, overwegen wij het gezegde, laat het op onze ziel werken en vragen wij alle genaden en daartoe dit vruchtbaar te mogen in realiteit om te zetten aan onze hemelse moeder Maria. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.